Nou, goedemiddag. Leuk dat jullie er weer zijn. En dit is de kick-off van een nieuwe serie. En dat heet De Vijf Vragen Aan. En de primeur die wij vandaag hebben is Mark Verreker. Dus wie is Mark Verreker? Laten we gewoon beginnen en laten we gewoon gaan horen. Welkom Mark in de studio. Dankjewel. En de eerste vraag aan jou van de vijf vragen is, wie is Mark Verreker? Kun je daar meer over vertellen? Nou, ik ben van origine een softwareontwikkelaar. Ik ben in 1995 begonnen met programmeren in feite bij mijn eerste job. Daarvoor heb ik al heel lang geprogrammeerd. Ik denk dat ik op mijn 10e begonnen ben op de computer van mijn vader. Ja, gaaf. Lang geleden. En ik heb een lange carrière meegemaakt. Ik ben bijna 50 nu. En ik heb zo'n beetje iedere rol gedaan. Ik heb iedere pet opgehad die je maar kunt voorstellen. Ik ben softwareontwikkelaar geweest. Ik ben projectleider geweest. Een tijdje architect, CTO. Ik heb 2 startups opgericht in Nederland. Dus ja. Founder ook eventjes geweest. Dus een beetje been there, seen this, done that verhaal eigenlijk. Been there, seen everything. Precies. Ah, gaaf. Precies. Hey, en kunstmatige intelligentie, daar heb je ook wat mee te maken, dacht ik zo. Daar doe je toch ook het nodige mee? Daar ben ik sinds een jaar of 3 mee bezig. Ik ben altijd gek op niches. Dus ik duik altijd op de nieuwste technologieën. Dat vind ik echt super. Ja. En ik probeer het te snappen zelf. En als ik het dan door heb, dan vind ik het heel fijn om het aan andere mensen uit te leggen. Daarom ben ik trainer geworden. Ja. Ik vind het fantastisch om, zodra ik dingen begrijp, om dat dan uit te leggen aan mensen. Okay. En kunstmatige intelligentie, dat is sinds een paar jaar echt een enorme hype. Ja. In Amerika is het nu echt heel groot aan het worden. En mijn achtergrond zit een beetje in de Microsoft-technologie. Dus dan moet je denken aan .NET en C#, en echt die hoek. Ja. En mijn passie is eigenlijk om kunstmatige intelligentie, om AI, te combineren met dat domein. Okay. Dus hoe zet je AI in het Microsoft-domein? Ja, en er is genoeg over te doen. Hè? Azure Machine Learning Studio, Artificial Intelligence. Je kunt het tegenwoordig ook vrij makkelijk inpluggen, hè, in het Power Platform van Microsoft. Absoluut, ja. Maar wat mij wel triggert is eigenlijk de opmerking van wat je begin zei, niche. Is het nog steeds een niche in Nederland of begint het Nederlandse bedrijfsleven? Dat is eigenlijk mijn derde vraag dus. Begint dat nou wat te lopen of hebben we nog wat koudwatervrees? We hebben koudwatervrees. Oh, oké. Okay. Ja, absoluut. In Nederland, ik denk, we hebben hier een beetje een kat uit de boom kijkmentaliteit. Ja. Als er nieuwe trends zijn in Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven kijkt ernaar op een afstand en die wacht om te kijken of het wel zal doorbreken of niet. En dan een paar jaar nadat de hype eigenlijk al geweest is, dan komt het bedrijfsleven en zet vol in op AI. Dus die aanloopfase, die begint nu. Okay. En zie je ook dat dat gewoon veel meer tractie gaat krijgen? Dat het bedrijfsleven toch actiever ermee aan de slag wil gaan? Absoluut, ja. Okay. Ja, ik verwacht dat de komende jaren de vraag naar AI steeds groter zal worden. Dat steeds meer bedrijven eraan zullen beginnen. Ja. En dat de bedrijven die vroeg beginnen met AI in Nederland, die zullen een concurrentievoordeel hebben. Ja. En die zullen op een gegeven moment hun hele sector meetrekken. Okay. En ik denk echt dat we nu aan het begin zijn van deze fase. In Amerika zitten we zo'n beetje op de helft van dat traject. Ja. Dus daar is AI echt nu op piek belangstelling. Okay. En ik denk in Nederland, we lopen een paar jaar, misschien 2-3 jaar achter op die ontwikkeling. Dus wij zitten echt nog aan het begin van die trend. Ja. Maar we weten dus wel zeker dat het ieder jaar groter zal worden. Okay. Vierde vraag, hè, over een stukje feiten en fabels ten aanzien van artificial intelligence. Hè. We weten allemaal dat Microsoft heel erg sterk is in zijn marketing. En daardoor ook artificial intelligence en machine learning een beetje een overkill kan geven qua exposure en presentatie. Wat zie jij nou eigenlijk qua feiten en fabels als een daadwerkelijk goede implementatie van artificial intelligence in Nederland? Dat je zegt van, god, dat is wel een toegevoegde waarde. Zonder echt een klant natuurlijk bij naam te noemen. Hè. Laat het wel zuiver houden. Maar heb jij daar een mooi voorbeeld van? Ik denk, ik heb meerdere mooie voorbeelden. Zoals ik zal eentje noemen. Een van mijn studenten, een van mijn cursussen, ging over computer vision. Dus kunstmatige intelligentie toepassen om beeldverwerking live uit te voeren. En ik gaf mijn studenten een hele makkelijke oefening om vormpjes te herkennen. De cirkels en vierkantjes en driehoekjes. En de computer die moet dat dan zien op een camera. En die moet al die vormen dan goed herkennen.
Nou, wat bleek, zijn bedrijf produceert van die ronde metalen ringetjes. Uh-huh. En hij heeft mijn code direct toegepast om met een camera automatische kwaliteitscontrole toe te passen in de fabriek. Dus een camera die monitort al die producten die van de lopende band rollen. Ja. En die checkt dat ieder ringetje ook perfect rond is. Ja, een vierkant rondje die gaat... Dat gaat niet werken natuurlijk, hè? Nee, precies. Mooi is dat. Ja. Okay. Dus ik kreeg een e-mail van hem. Hij zegt van, kijk Mark, ik heb jouw code toegepast in mijn bedrijf. Dat is meteen een hele praktische en pragmatische toepassing. Om te laten zien dat je eigenlijk ook als bedrijf eigenlijk helemaal geen grote investering hoeft te doen. Het is meer een investering in kennis. En dan eigenlijk die bestaande technologie al toepassen. Want die wordt eigenlijk gedeeltelijk al prepackaged vanuit de Azure Cloud aangeboden. En het dan implementeren eigenlijk in je proces en je organisatie. Precies. Wow. Ja, dat is precies een mooi voorbeeld. Ja. Dat is een mooi voorbeeld. De laatste vraag. Jij geeft ook een bepaalde training, hè, op gebied van machine learning.net en C# voor Microsoft. Klopt. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, wat blijkt, Microsoft loopt zelf ook een beetje achter met trainingen voor hun eigen producten. Ze hebben een scala aan AI-producten, gedeeltelijk in de cloud en gedeeltelijk wat je lokaal on-premise kan draaien. Jij noemde ze al aan het begin van het interview. Ja. Er is een nieuw product uit, dat heet ML.net. Dat is een bibliotheek met een stuk of 30 algoritmes om machine learning en AI direct toe te passen. Die algoritmes die zijn al geconfigureerd. Die staan al in optimale, met optimale instellingen. Okay. Die kan je direct toepassen in het bedrijfsleven. En daar zijn nog geen trainingen van. Dus ik heb al vroeg met die technologie geëxperimenteerd. Eigenlijk toen het net uitkwam. Die ML.net, dat is sinds november vorig jaar op de markt. Dus het is echt splinternieuw. En ja, er is geen training van. Geen officiële Microsoft training. Nee. Dus samen met Vijfhart heb ik een training ontwikkeld. Waarbij je nu al kunt leren om met ML.net, machine learning technologie, direct toe te passen in je organisatie. Gaan. Dus we hebben de primeur. Hartstikke mooi. En hoe lang duurt die masterclass? Over hoeveel dagen hebben we het? Die masterclass duurt een dag of twee. Ah, oké. Okay. Ja, dus in twee dagen kan ik de basis van AI uitleggen. En kan ik alle belangrijke algoritmes in ML.net demonstreren. Wow. En ervoor zorgen dat je die zelf ook toe kunt passen in je organisatie. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor deze uitgebreide toelichting. En leuk dat jij de spits hebt al willen afbijten bij de vijf vragen van Vijfhart. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot ziens. Tot ziens. Vond je dit nou een leuke video? En wil je graag op de hoogte blijven van al het nieuws en ontwikkelingen van Vijfhart? Abonneer je dan nu. Want samen groeien begint hier.